Oké, mensen, het is zover. We kunnen Ties eindelijk gaan ophalen op het vliegveld. Gisteren is hij vrijgekomen uit de gevangenis in Amerika. En ja, hij is anderhalve week weg geweest. Het lijkt wel een eeuwigheid met alles wat er gebeurd is. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij eraan toe is. Hoe het met hem gaat, hoe het met hun gaat. Ja, en ik ben ook wel benieuwd of er pers is. Ik geloof dat de meeste pers dacht dat ze op Schiphol zouden landen. Maar we zijn dus op weg naar Brussel International Airport. En ik ben heel benieuwd hoe het met hem gaat. Inderdaad. Komen ze aan, het is nu 10:19, een half uurtje wachten dus. Oké, mensen, daar vliegen ze nog 20 minuten. En dan zijn ze in Brussel. Natuurlijk vind je het spannend om je broer weer te zien. Ja, het voelt net alsof ik hem echt al 7 weken niet heb gezien ofzo. Ja, het lijkt heel lang, hè? Ja. Veel gebeurt. We staan hier in volle spanning te wachten. Ze komen er zo aan. Daar zijn ze! Ja! Daar komen ze hoor! Hoi! Hey! Zo! Hey, ja, jong. Zo, jong. Zo, blij je dat je bent? Zo, inderdaad. Een kleine jetlag, maar we zijn terug op Europees grondgebied. Dus, cool. Nog niet op Nederlandse bodem. Nee. Ja, het is niet helemaal op onze planning. Ja, dat is de auto gezien. Ja, is alweer hoor. Gelukkig. Hey, Ties, vandaag is die bestorming. Wat doe je hier? Ja, maar goed dat we terug zijn, denk ik. Ik heb daar niks meer mee te maken daar. Nee, het was nooit de bedoeling geweest om daar naartoe te gaan, toch? Nee, eigenlijk niet. Dit was toch de geplande terugvlucht? Ja. Nee, dit was de geplande terugvlucht, dus... Goed, jongen. Wellicht vanavond. Sorry, ja. Na een dikke week, ja, dat was echt een avontuur. Op naar de volgende, zou ik zeggen. Nee, naar de Sofie-Dinnie. Ja, we zijn nog op de fietsstop, hè. Auto gemist? Huh? Auto gemist? Ja. Demo gemist. Dikke tas. We zijn er weer. Oh, kijk, het is lekker opgeruimd. Terug in het hol. Zo. Ja, dit is wel beter dan dat andere hol. Zelf. Oké, mensen, Ties is net thuisgekomen vanmiddag en het is nu een paar uur later. En hij gaat naar Bo, naar de show Bo, boven Hervedorens. Dus daar zit hij vanavond en wij gaan backstage meekijken. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat hij niet te moe is, want hij is natuurlijk al een hele nacht op. Hij heeft niks meer tussendoor geslapen, wel geprobeerd. Tja, tijdverschil, vlucht. Dus, adrenaline, denk ik. Dus daar zit hij samen met Gover, dus we gaan het zien. Nu op weg naar Amsterdam dus.
dus vanochtend in Brussel. Nu ligt daar Schiphol en daar stonden de journalisten vanochtend. In Brussel stond gelukkig niemand. Dus we hebben wat afgereisd vandaag. Oké, jongens, we zijn bij de Plantage in Amsterdam aangekomen en hier is het. Hier zijn de opnames van Bo, dus we gaan nu naar binnen met de mannen. Kijk, we zijn er hoor. Hier moeten we zijn. De Plantage. Er is wat moois van. Kijk. 48 uur wakker. Kijk, daar was Thies en Frans een jaar of... Oh, wat leuk. Dat lijkt mij een jaar of 25 terug. Ik zag er toen nog goed uit. Even kijken. Laten we nog eens even kijken. Jezus, was ik eigenlijk een knappe vent toen. Niks veranderd, Frans. Nee, dat zal niet wezen. Ik weet niet of het te zien is, maar dat waren Frans en Thies een jaar was dat toen vijf geleden, de Vida Awards. Ja, de Vida Awards. Ik geweest. Ik was toen net begonnen met vloggen. Ja. Het was zo'n succes dat ik gestopt ben. Ik ben te druk met andere dingen. Ja. En jij gaat dadelijk de winnaar hier van... Nee, we gaan afwachten. Ik heb, ben coach van een ploeg. Even daar mag kijken. Ik natuurlijk ook niet zeggen. Nee, dat, ja. Mag niks zeggen, hè? Het is allemaal zwaar. Hè? Ja, je bent eigenlijk live nu, hè? Nee, je bent in uitzending. We zijn nu live, maar we zijn nu hier. Ja, dus het zit een beetje complex in elkaar. Ik hoor je wat gezelligheid in. Kijk, kleurig truitje. Huppakee. Ik zeg super. Oh, dat doe je over elkaar. Doe een leuke fleurige blouse aan, dan fleurt dat alles op, hè? Ja. Snapte? Vond ik goed. Top, leuk man. Ik ben super ongezellig. Ik moet heel hard doorwerken, jongens. Zie je die show? Ja. Het is niet zo, Bo. Martijn in de make-up. Ja, mooi hoor. Even kijken. 1, 2 en... Hop, hop. Ja hoor. Begin jaren 90, ja. Stonden we daar in Paradiso. Ja. Oh, dat is lang geleden. Ja, leuk. Top, succes. Dankjewel. Gaan we de bom op zetten. Ja, prima. Succes, hè. Dankjewel. Meer kunnen we niet doen. Succes. Ja, gaat ie. Maar ja, dat is dus helemaal weg. Daar zitten we dan. Dankjewel. Goedenavond. Wat een show hebben wij vanavond. Echt een hele bijzondere uitzending. Lieke van Lexmond en Martijn Grabé die gaan hier de winnaar van The Voice Senior bekendmaken. Hey! Hey! Zijn coaches Frans Bouwer, Ilse de Lange, Marco Borsato, Angela Groothuizen. Hier ook voor de nodige support. YouTubers Thies en Govert die zijn net terug uit Amerika waar ze in een cel hebben gezeten. 5 nachten lang omdat ze streng bewaakte militaire luchtmachtbasis Area 51 probeerden binnen te dringen. Het verhaal gaat dat daar allemaal UFO's en aliens te vinden zijn. Dus hun verhaal wordt echt heel boeiend zometeen. YouTubers Thies, Granzier en Govert Zweep die werden vorige week wereldnieuws toen ze in Amerika werden opgepakt bij Area 51. Dat is een zwaar beveiligde militaire luchtmachtbasis in Amerika waar UFO's zouden zijn opgeslagen. Hier zijn Thies en Govert. Goed je te zien. Goed je te zien. Hartelijk welkom hier bij het stokoude medium. Kom een beetje dichterbij, jongens. Stokoude medium televisie. Kijk hier eens, hier. Ja, je Jullie zijn volgens mij echt vandaag geland, hè, ergens. Vanochtend 11 uur, ja. Ja. Op Brussel. En ben je dan wel opgelucht dat je terug bent? Ja, uiteraard. We hebben echt wel best wel een tijd vastgezeten natuurlijk in Amerika. En het enige waar je dan aan denkt is gewoon je familie zien, je vrienden, je vriendin. Even Thies, als jij nou even terugkijkt, heb je dan iets slims gedaan of iets ongelooflijk doms? Nou ja, ik denk sowieso dat het niet het meest slimme was om te doen. Maar ja, het is wel natuurlijk een beetje van buitenaf toch wel niet helemaal
ja, toch een beetje omgedraaid van hoe het uiteindelijk echt voor ons was gelopen natuurlijk. Nou ja, het was eigenlijk de bedoeling om inderdaad, ja, zoals we dat wel op andere plekken op YouTube al hadden gezien, hem gewoon, ja, wel op een veilige afstand gewoon toe te kijken naar, ja, naar gewoon de poort, zeg maar. Uiteindelijk zijn we volgens mij toch niet helemaal op de juiste plek terechtgekomen. We waren op zoek naar Area 51, maar uiteindelijk waren we, ja, terechtgekomen bij Mercury dus. Mm-hmm. Maar er waren inderdaad wel degelijk wat borden waar wij ja, toch ja, volgens mij met iets te veel snelheid gewoon, ja, voorbij reden. Gewoon, we wilden gewoon een leuke video maken. Ja. Het was natuurlijk zo, ja, wij zijn, ja, YouTubers en wij nemen eigenlijk al onze gear mee. Van drones tot camera's, GoPro's, telefoons, alles. En ja, dat is misschien niet het meest slimme apparatuur om allemaal mee te nemen een geheime militaire basis in. Ik ben blij dat je het zelf zegt. Ja, ja. Dus nou ja, we hebben wel geluk gehad dat we niet als spionnen van de Nederlandse staat werden gezien, maar gewoon, ja, onschuldige boerenjongens. Nou ja, het was eigenlijk, denk ik, thuis nog wel een grotere hectiek dan dat het bij ons, voor ons in de belevenis was. Aangezien, ja, natuurlijk het nieuws heel snel ook in Nederland was. Want wij zaten om 6 uur 's morgens, werden wij wakker in de cel, zaten aan ons ontbijt en dan stond het Amerikaanse nieuws op de televisie. En toen zagen wij in één keer onze hoofden daar met onze pasfoto's die we daar gemaakt hadden. Zagen drama. Ons daar. Dus wij wisten eigenlijk al van, ja, nu is het sowieso ook in Nederland al helemaal. Terwijl we nog niet eens echt contact hadden kunnen leggen met huis. Ja, tot slot. Volgende locatie. Noord-Korea? Sovjet-Unie. Ik blijf denk ik even lekker thuis. Ja? Lekker weer huisvideootjes. Ja, dat okay. Even bijkomen. Oké, Tiesje Govert. Jongens, welkom thuis. Dankjewel. Dank je. Yeah! En? Lekker hoor. Lekker. 1 uur slapen. Knallen. Jullie ouders waren natuurlijk helemaal gek. Ja, dat zijn wij. Ja, komt u weer helemaal met zijn camera. Nou mensen, tot zover Amsterdam. We hebben een paar bezoekers op de achterbank. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ja, dat was de volgende.